Belgen. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Johan gaat de prompter doen. Wij werken op dit moment met prompter nog. We gaan daar niet te veel over zeggen. Het staat morgen. Matige wind. We halen morgen maximaal van 13 graden aan zee. En jawel, we gaan morgen al richting 17 graden in het binnenland. En morgen is het woensdag, dan doet David het weer. Heel graag tot ziens. Tot goed, morgen. Het lastige daarbij is voor de kaart van morgen, dat is dat de voormiddag echt wel heel zonnig is. Maar dat we dan toename van die bewolking hebben en die van de kust gaan misschien weer niet gelukkig zijn dat daar juist daar weer wat regen staat. Dit is een Instagram live. Ken je dat? Dit is een Instagram live. Ken ik dat? Ik heb dan een fisheye gezet. Alsof ik mij met zo'n flauwekul zou bezighouden. Ja, doe maar. Dus dit is de eerste live Instagram live, lieve mensen. Met dus 21 Instagrammers rond mij. En de enige echte Stef. Stef, wat is het hoofdpunt in het nieuws? Mogen we dan al weten? Lidl, hè. Het is 1 mei en op 1 mei zitten de onderhandelaars samen om eindelijk een volgende week. Ja. Dan kom je nog even. Merci. Ja. Kunnen we er weer tekenen? Ik ga 2 keer per jaar bij Gieke. Dat zal nu binnen een paar weken, ik weet dat er ingepland staat, maar op mei. Ga ik de winter niet eigenlijk zo zeggen. Sigil, uw armen ons gebeurd worden, Sigil, uw armen ons kunnen leggen.